Yes, nou, daar gaan we dan. Leuk dat jullie me allemaal hebben geschreven. Ja, er zitten hele interessante vragen tussen. Ik zou zeggen, laten we alvast beginnen met de eerste vraag. Ik ben blij als ik één ding goed kan, maar jij doet zoveel tegelijk. Je bent acteur, comedian. Je hebt zelfs een restaurant en organiseert festivals. Een reclamebureau. Waarom doe je dat zo? Zou jij het anderen ook aanraden om zo veelzijdig te zijn? En heb je nou advies? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik zie het niet als veel dingen tegelijk doen. Het lijkt misschien heel veel, maar het zit allemaal in het verlengde van elkaar. En dat heeft namelijk mee te maken dat ik een aantal jaar geleden met mijn compagnons hebben wij gewoon besloten om, ja, eigenlijk, wat is nou je doel, weet je wel? Wat is nou je doel in het ondernemen? En voor ons is een van de doelen is altijd leuke dingen doen. En dat, nou ja, dat eigenlijk alles wat ik doe, dat vind ik echt superleuk. En daar ga ik ook voor de volle 100% voor. Ik denk ook dat dat nodig is als je dat allemaal wil doen. Maar wat ook zeker, waarom ik zeg dat het in het verlengde van elkaar ligt, is dat ja, wij willen ook gewoon heel graag en mensen gewoon heel blij maken. En ik wil eigenlijk zoveel mogelijk dingen doen om mensen blij te maken. Dus dat is eigenlijk waarom ik zoveel doe. En als ik anderen moet aanraden, ja, ik denk dat je passie er moet liggen. En op het moment dat je passie er ligt, ja, dan. Ja, ja dan maakt het eigenlijk niet uit. Dan gaat het allemaal zo snel. Dus mocht je meerdere dingen leuk vinden, doe het. Vooral doen wat je leuk vindt. Dat is mijn tip.